Waarom donderen jullie niet gewoon op? Trekken jullie saampjes in bij oom Gerard in zijn luxe bungalow? Oom Lief kan je daar vast ook fijn in de tuin gebruiken. En dan als vanouds weer samen onder de douche. Of lekker stoeien in een groot bad, heeft hij daar vast. En dan kan jij daar die geile, ongetwijfeld tekortkomende, schatrijke vriendin van hem het hof maken en uitkleden. Weet jij wel wat je hier maar even suggereert en insinueert? Nou, en of weet ik dat, en dat is ook niet zomaar. Weet je wat jij kan? Niks! Niks! Ik kan hier niks! Ik wil hier 's morgens gewoon rustig kunnen ontbijten. En mijn krant lezen. En nadenken. Dan zou ik om te beginnen mijn krant niet stuk scheuren. Ik denk dat ik maar eens naar boven ga om te kijken of Nel zo ver is om te komen ontbijten. Sprak hij langs zijn neus weg. In dit mooie, grote, oude huis woont de weduwe Nel van der Hoed Smulders met haar 3 volwassen zonen. Was op zijn minst wat kritischer geweest bij je teeltkeuze, dan had ik nou niet opgeschreven met zo'n prehistorische uitgestorven vogelsoort op kop. Mijn vader was jouw grote liefde, hè, man? Waarom moest uitgerekend hij nou omkomen bij een scheepsramp? Moesten ze weten. Die ene nacht met jou, die zal ik mijn hele leven niet vergeten. Ik hoop niet. Papa is er niet meer, mama. Maar ik nog wel. Waarom wonen die jonge mannen nog steeds bij hun moeder? Waarom komt Jacob me weer lastigvallen? Hij was toch onder onduidelijke omstandigheden omgekomen? Waarom verdween Edu uit mijn leven? Waarom moest hij met een ander gelukkig worden? En waarom ging Karel dood? We zouden toch samen oud worden? En Thijsje zien opgroeien. Je bent dan vandaag wel al 8 geworden. Je kan je oude vader toch nog niet missen. Breakfast is being served, milady. Ja, Jacob, dan kom ik zo wel naar beneden. I can bring you your breakfast upstairs. I'll be glad to do so if you want me to. Op met die onzin, Jacob. Your wish is my command, Cornelia Raaspit. Zo heet ik al heel lang niet meer, Jacob. Ons huwelijk is nooit officieel ontbonden, schat. We zijn weer thuis. Het is weer zo laat, we zijn weer thuis, vast als een huis staat waar het op staat. We zijn weer thuis, om ons naar buiten te gaan. En het past in elke straat, geen steen te laten staan. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis, en waar het op slaat. We weten wel weer welke kant het op gaat. We zijn weer thuis, het is weer raak. Het is weer feest, of we nooit zijn weg geweest. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. We zijn weer thuis. Moet je kijken wat hier staat in de krant van gisteravond. Lees die stomme provinciaalse krantjes niet, Thijs. Ik ook nooit, hoor. Maar jij ook niet? Zonder dat je weet wat erin staat, vind je ineens dat ik hem maar eens moet gaan lezen. Oké. Maar hoe weet jij dan dat het een stom krantje is als je hem nooit leest? Stomme buurtnieuwtjes liggen buiten mijn interesseveld, Thijsje. Wantoestanden in streekziekenhuis. Is dat waar Simon heeft gelegen? Nou, dat geloof ik graag. Patiënten mishandeld, personeel uitgebuit, bezoekers geschoffeerd. Verdomd interessant. Wat else is nu? Door onze verslaggever, S. Raaspit. Bel ik die krant even, weet ik lekker ook waar Simon zit. Simon is voor een tijdje ingetrokken bij dat verpleestertje van hem. Die Babette. Oh ja? Zo verliefd. Hij is helemaal in de war. Hij is gaan werken. We lulden met niemand over, want ik heb Asim beloofd dat ik het niet zou zeggen.
Waarom zet hij dan zijn naam erbij? Hè? Als niemand mag weten dat hij werkt. Dat is ook wat, hij zet zijn naam er toch onder. Wat bedoel ik? Oh, hij wil niet weten dat hij verliefd is. Hij wil geheim houden dat hij zo lang bij die Babette woont. Aha, meneer wil zijn erfenis niet in de waagschaal brengen. Even iets anders. De Jacob. Ja, de Jacob, wie had gedacht? Dat hij zou komen opdagen. En nou, dat het zo'n geschikte peer is. Oh ja? Waarom denk jij dat hij is komen opdagen? 30 jaar lang weet meneer ons wijs te maken dat hij onder mysterieuze omstandigheden is omgekomen. Mij niet, hoor. Je had al die tijd al geweten dat hij in leven was? Ik ben nog lang geen 30. En hij is hier nou toch in levende lijven. Ik ben niet omgekomen, maar weer omgekomen, zei hij. Mooi, hè? Dat is wat je maar mooi noemt. Hij heeft in de tijd mam en kleine Zie maar mooi in de steek gelaten, Thijsje. Wees er maar blij om. Blij? Anders was jij er misschien wel nooit geweest om over mij nog maar te zwijgen. Dan had mam misschien nooit mijn vader ontmoet, bedoel je? Nou, toen ze Edu tegen het lijf liep, was ze je vader natuurlijk nog niet. Mijn vader was haar grote liefde, Thijsje. Ik vind het heel erg dat hij verdronken is nog voordat ik geboren werd. Dat ik hem nooit heb gekend. En hem nooit zal kunnen kennen. Wat is er nou? Sorry, jouw vader heeft ook heel veel voor de betekend. En voor mij. En door die bom duiten die hij achterliet voor ons allemaal. En daar is die Jacob nu ook op afgekomen, Thijsje. Zou je denken? Ik heb je verlaten omdat ik een slecht mens was. Je was een slecht mens omdat je me toen zomaar verliet. Dat was niet zomaar. Oh, bespaar me alsjeblieft alsnog je tekst en uitleg van al je buitenechtelijke escapades. Ik hield van je. En ik hou nog van je. Maar ik was je niet waard. Ik was te goed voor je, ja, ja. En daarom ben je met de Noorderzon vertrokken. En heb je 3 decennia lang niets van je laten horen. Nel, jij wou niet scheiden. Nee. Om kleine Simon niet, nee. Ik was een onverbeterlijke avonturier. En een schuinsmarcheerder. Hoe je het maar noemen wil. Maar ik hield van je. En ik ben bij je weggegaan. Om je ongehinderd je echte geluk te kunnen doen vinden. Wat kom je dan nu weer doen, Jacob? Alsjeblieft, laat ons in vrede. Wat spijt. Ik heb spijt van alles. Maar ik wilde je weer zien en Simon. Ik heb geen idee waar die is. En voor hem ben je vermist. Dood. Weg. Alsjeblieft, Jacob. Er is inmiddels zoveel gebeurd. Je moet weer verdwijnen. Ik heb beneden een ontbijtje voor je klaargemaakt. Kom. Straks kunnen mama en Jacob het misschien wel weer goed met elkaar vinden. Mama is al een week met zachte dwang bezig om te bewegen om op te rotten. Hij heeft het hier alleen maar zo lang kunnen rekken omdat hij er heeft bezworen dat hij ook zo graag even Simon wil zien. Maar als ze mochten denken dat ik me laat overhalen om te verklappen dat Simon bij Babette is ingetrokken, dan kunnen ze lang wachten. Maar eens zullen we toch alle 3 voorgoed het huis uit zijn. Verdomd, ja. Verdomd, ja, wat? Verdomd, ja, jij bent nog steeds stapelgek op die lekkere kapiteinsdochter. Nou, vergeet het maar. Ik hoef mijn liefde niet om mama te laten sanctioneren, nee. Maar hoe krijgen die Shirley ook zo gek? Die is ook hartstikke gek. Oh? Op mij. Oh ja, en daarom is ze natuurlijk met de papi doorgevaren naar Aruba. Als ze niet gauw komt, ga ik naar haar toe. Kan ik doen. Mijn erfdeel is onvoorwaardelijk. Simon! Waar? Wie zit erachter? Waarachter? Opstrijken van ons erfdeel vereist de fiat van mam. Fiat van mam, dat was toch een Datsun of zo? Ja, hè? Die geeft zij pas? Die heb jij haar toch pas gegeven omdat je daar hoe doe had zo of zo in puin had gereden? Als ze ons gekoppeld heeft aan een levenspartner die haar goedkeuring kan wegdragen. Zolang niet aan die voorwaarden is voldaan, kunnen we hier het huis wel uit, maar dan verspelen we ons erfdeel. Ik ben erfgenaam in de eerste lijn. Ja, dat weten we nou wel! Waarom zit je daar dan steeds over te zeiken? Waar ga je naartoe? Even naar de wc. En ook daar heb ik niemands toestemming voor nodig. Evenwel. En ook dat is testamentair vastgelegd. Als mam op haar beurt weer een relatie aan zou gaan, dan kunnen wij zonder meer ons erfdeel opeisen. En vervolgens doen wat we willen. Simon en ik hebben daar heel vaak op zitten broeden, maar kwamen steeds tot de slotsom dat mam het na jouw vader toch nooit meer met een nieuwe man zou aanleggen. Waar zit je nou? Waar zit men over het algemeen als men moet kakken?
In het ziekenhuis heeft Simon daar nog eens goed over nagedacht. Ja, in het ziekenhuis krijg je zo'n ondersteek. En daar is hij op een even eenvoudig als geniaal plan gekomen. Als mam dan geen nieuwe man meer wil, wil ze het misschien wel weer proberen met een ouwe. Hij heeft ontdekt dat zijn vader niet dood was en heeft hem op het spoor van mam gezet. Jacob wil na al die tijd ook zijn zoon wel weer eens zien, maar die is ondergedoken, zodat zijn vader daar lang op kan wachten. En ondertussen komen mam en Jacob steeds dichter bij elkaar. Of Simon weet van niks en zit het gewoon zo dat Jacob lucht gekregen heeft van onze erfenis en probeert een graantje mee te pikken. Hoe zou Jacob daar nou recht op kunnen laten gelden? En ik dacht dat jij het zo goed met die ouwe kon vinden. Kan ik ook. Ik ga vanmiddag met hem naar de kermis. En daarna nog langs bij oom Gerard. Hij wou zo graag zien wat er van zijn kleine neefje geworden was. Maar ik hou hem ondertussen wel in de gaten. Want toevallig weet ik dat hij van de week stiekem bij Henk Born op kantoor is geweest. Oh ja? Waarom zeg je dat nu pas? Goedemorgen, jongens. Wat zegt Thijsje nu pas? Goedemorgen, mam. Ja, nee, wat zei je ervoor? Oh, dat ik met Jacob vanmiddag naar de kermis ga. Ik moet vanmiddag lunchen met de moeder van Gloria. Van wie? Waarvoor? Om die affaire van jou en Gloria nog eens goed door te spreken. Gaan we nu gezellig met z'n viertjes ontbijt? Sorry, maar ik moet nu nodig weg. Verdomme, Thijs, zou je niet voor de verandering eens een keertje fatsoenlijk doortrekken? Turks, Egyptisch, uit 1001 nacht? Iets Kamasutraans. Ja, het is een beetje ingewikkeld en je moet er ook echt van houden. Zeg ik er helemaal eerlijk bij. Gerard! Maar, ja? Zou je niet eens wat uitvinden? Je bedoelt een wezenlijk andere methodiek. Een nooit eerder vertoonde ten uitvoerlegging. Een volstrekt nieuwe revolutionaire aanpak. Ja, maar wat zou ik nou zelf kunnen verzinnen? Je kunt zo gek niet bedenken. Of het is alles eerder gedaan. Iets echt helemaal nieuws. Ik zou het zo gauw niet weten. Maar we hebben nog lang niet alle bestaande systemen gehad, hoor. Nee. We kunnen voorlopig nog wel even voort. Nee. Gerard, ik bedoel iets anders. Ja, ja, maar hoe je het ook went of keert, het blijven variaties op één thema. Kun je nou werkelijk niet aan iets anders denken? Ben je nou in me teleurgesteld? Ik vind je geweldig. Ik wil alles doen om het jou naar de zin te maken. Wanda, ik hou van je. Dat weet ik toch. Dat is ook heel lief van je. Maar? Niks maar. Je slooft je met vrijen zo ontzettend uit, maar... Er is er toch een maar. Hé? Oh ja, nou. Kom er maar mee voor de draad. Misschien dat je ook eens wat energie in wat anders steekt. Ik ben bang dat we het hier anders niet lang meer uitzingen. Ja, we zijn er hier dan wel niet door Bob uitgegooid, nou, maar... je het zegt. We zitten hier alweer minstens een week... nadat die opschepperige ex-man van je ons er binnen 24 uur wou laten uitzetten. Nou, die heb ik mooi afgeblaft. Ik heb met een tante van Bob een regeling kunnen treffen. Ja, Bob is het lievelingsneefje van een geschifte suikertante. Die wou hem terugkopen in die computerbusiness. Op voorwaarde dat hij mij zou wegdoen en ik dit huis als afkoopsom zou aanvaarden. Begrijp ik goed dat jij je alimentatie zomaar hebt laten schieten? Weet jij wel wat deze superbungalow waard is? Zo best, maar waar moeten wij dan ondertussen van leven? Gerard! Wanda, lief, toen je met mij begon, wist je dat ik vrijwel aan de grond zat. En nu ben ik echt helemaal rut. Je kunt proberen... een baantje te krijgen, ja. Ligt het niet meer voor de hand dat jij daartoe stappen onderneemt? Met die vrouwenvoorkeursbehandeling van tegenwoordig. Ja, ik wil best... Dat is dan ook weer geregeld. Zal ik eens even een kopje koffie gaan fabriceren? Nee! Oh ja, je wilt natuurlijk wel eens wat anders. Ik wil dat je je voor 100% gaat wijden aan je uitvindingen. Woeker met je talenten. Verbaas de wereld met je technische vondsten. Laat zien wat je kan. Wanda. Ik geloof in je. Ik sta achter je. Weet je, als jongetje wou ik al uitvinder worden. Dat leek mij meesterlijk. Dat was mijn droom. En dat is het nog. Follow that dream, Gerard. Ik wist mijn ingenieursdiploma te behalen. En ik ging vol goede moed aan de slag. Maar het viel allemaal bitter tegen. En Tineke bleek een blok aan mijn been. Tot dusver heb ik eigenlijk nog nooit echt iets uitgevonden. Ja, toch wel. En dat heb ik aan jou te danken. Ja. Vandaag heb ik uitgevonden dat ik alles altijd helemaal verkeerd heb aangepakt.
En met dat nieuw verworven inzicht... Phyllis! Oh, zijn jullie daar? Thijsje! Hoe ben jij zomaar binnengekomen? Gewoon door de buitendeur. Die stond open en ik zag niemand, dus ik dacht ik loop maar door. Misschien is er wat gebeurd. Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Stond die open of sprong die open? Stond, wagenwijd open. Hoe lang? Ja, weet ik dat. Toen we aankwamen, hing hij al helemaal uit de sponningen. Is er toch iets nog niet helemaal in orde met mijn combideuro-selectiecure-alarm? Wat? Mijn gecombineerde automatische deuropener, annex selectief beveiligings- en alarmsysteem. Wou ik je nog wel mee verrassen. Wie bent u? Oom Jacob! Gerard, jongen van me. Nou, dat is lang geleden. Ik zal maar niet zeggen, wat ben jij groot geworden. Is hij altijd al zo'n lange lul geweest dan? Pardon. Als lief klein kereltje kwam hij bijna dagelijks bij je moeder en mij over de vloer. Hij was niet weg te slaan uit de garage. En wat hij daar allemaal uitspookte, God mag het weten. Knutselen. En hij kon urenlang in de tuin ravotten omdat het een lieve lust had. En als ik thuis iets te klussen had, dan hielp hij mij. Van de Waal in de sloot. En dan kropen wij gezellig samen onder de douche. Hè, Gerardje, weet je het nog? Hij was om op te vreten. Is die nog steeds, hoor. Alleen ben ik daar nu wel wat langer zoet mee. Je hebt het anders hier prima voor mekaar, zeg. Maar dan kan je van een huis. Ja, de garage wordt nog uitgebouwd tot een grote werkplaats. En ik ga een tunnel graven naar het prieeltje. Zeg, Wanda, is de caviar op? Ik vind het allemaal heel leuk, hoor. Maar jullie zouden toch pas aan het eind van de middag komen borrelen. We overvallen je toch niet? Ja! Nee. Nou, het is ja of nee? Nee, zou ik zeggen. Jacob en ik gaan zo naar de kermis. En ik dacht, misschien vinden jullie het leuk om mee te gaan. Jottem! Gerard! Nou, niet meteen zo bezwaarlijk, Wandaatje. Een minuut geleden zei je nog dat je altijd pal achter me zou staan. We gaan met z'n allen naar de kermis. Proost. By the way, weten jullie misschien waar die malle Simon uithangt? Misschien wel in de bak? Gerard! Het zou niet de eerste keer zijn. Ik zou mijn zoon zo graag nog een keer zien. Enig idee welke gevangenis? Het enige wat ik weet is dat zijn gekke neef naar zelf moet pogen. Zullen we maar eens naar de kermis dan? Een verpleegstertje. Weet je wel. Mm. Ik hoef al niet meer naar de kermis. Ik kon zo al in de rond. Drink dan niet zo schielijk, Wandaatje. Als Wanda liever thuis wil blijven. Waar is mijn broek? Oh. Dankjewel. Opening van zaken. Houd toch op, je weet helemaal niet waar je over lult. En daarom wil ik juist opening van zaken. Waarom zou ik jou je neus... En jouw smerige zaakjes laten steken? Ik zou onder andere wel eens willen weten waar jij dit smakeloos ingerichte, patserige kantoor van hebt betaald. Dat jij nou geen oog hebt voor geraffineerde vormgeving. En een neus voor geraffineerde zwendelarij. Ik zou maar niet zo hoog van mijn toren blazen, meneer Zwanenpark. Want A, sta je bij mij voor een miljoentje in het krijt. En B... Als ik al in het krijt sta, dan is het altijd nog bij mijn moeder, ja? En C... Mij deert het niet dat je mij niet ziet zitten, zolang ik het vertrouwen van je moeder mag en niet. Dus D, duvel toch op. Je hebt zonder aan de testamentair vastgelegde voorwaarden te voldoen je erfdeel binnengesleept. E. Een en ander lijkt mij een zaak tussen mijn moeder en mij. F. Ik ben als notaris betrokken in die frauduleuze tenuitvoerlegging. G en H. Daartoe gedwongen zal ik met het grootste genoegen de Kamers van Toezicht daarover tippen. I. Ik kan op elk door mij gewenst moment aan die testamentair vastgelegde voorwaarden voldoen. Maar J, jouw illegitieme handelwijze kan nooit en ten nimmer worden goed gepraat. Nou jij weer. Nou. Het is gedaan met Kaatje. Stom van me. Dat ik ook aannam dat je werkelijk met die Gloria zou trouwen. Punt L. Tot en met Z. Laat me maar zitten verder. Tot zover ons alfabet. Zullen we het nu dan maar eens over Jacob Raaspit hebben? Hey. Simons doodgewaande vader die hier plotseling opdook. Die is hier op bezoek geweest. Hoe weet jij dat? Dat ik het weet lijkt me voldoende. Wat kan hij doen? Zal ik jou in je neus hangen? Doe dat. Oké. Je moeder is getrouwd met Jacob Raaspit. Wat? Wanneer is dat gebeurd? Nou, toch alweer zo'n jaartje of 35, 40 geleden, zou ik zeggen. Ja, inmiddels is er nog wel het een en ander gebeurd. Maar ze is nog steeds getrouwd met de heer Raaspit. Hoe kan het nou? Thijsjes vader... Door te huwen met Karel van der Hoed pleegde ze weliswaar onbedoeld, maar toch in feite bigamie. Wil je wat drinken? Doe maar een whisky. Bourbon, scotch, malt, straight, on the rocks met soda. En niet in goes. Ach, Josje, breng hier even een whiskietje. Geef niet wat, weet je wel.
En voor mij een Chateau Yquem. Ja. Josje Paardenkoper, mijn nieuwe secretaresse. Enig dingetje. Jij zit mij gewoon te belazen. Nee hoor, je zal er zo wel zien. Mijn handjes thuis, hè? Maar om even op Jacob Raaspit terug te komen. Nadat hij zo'n 30 jaar geleden na zo'n 5 jaar huwelijk van niks... vrouw en kind, de kleine Simon, tantje halfbroer verliet... kon dat op een gegeven moment als kwaadwillige verlating worden aangemerkt. Hij was vermist. Zijn laatste spoor leidde tot het Vreemdelingenlegioen. Men nam toch aan... Vermissing, ja. Woonplaats opgebroken. Afwezigheid voor ongebruikelijk lange tijd. Bestaansonzekerheid. En hoe is er een wetje uit 1937? Zo even uit het hoofd. 1936. Wacht. Ik geloof het wel. Oh, je komt er zelf al uit? Wacht maar liever even op Josje. Men verdwaalt hier gemakkelijk. Als je het niet erg vindt, ik heb het reuze druk. Hoe kon mam nou weer trouwen zolang Jacob onvindbaar was... maar zijn overlijden niet officieel vaststond? Oh, je bent toch weer wel geïnteresseerd? Ah, kijk eens aan! En? Heb ik iets te veel gezegd? Hebt u tegen mij? Dankjewel. Nou, ik zal het even snel vertellen. Graag. Nou. Ja, weet ik dat. U wilt toch wat vertellen, maar wel even snel graag... want ik heb wel wat anders te doen dan voor serveers te spelen. Zeg, donder jij eens even heel gauw op. Ik? Nee, meneer hier. Oh, ik denk al. Juffrouw Paardenkoper. Ik ben zo vertrokken, Borren, maar ik wil je toch nog wel even dit zeggen. Moet u horen. Ik heb het hartstikke druk. Ik kom straks nog wel even terug. Leuk brutaaltje wel, hè? Wat wou je zeggen? Oh ja, nou. Je moeder loopt Karel van der Hoed tegen het lijf. Ze willen trouwen. Weten bij de rechtbank daartoe een beschikking te krijgen. Een verklaring van rechtsvermoeden van overlijden. Van Jacob. Van de rechtbank, ten aanzien van Jacob. Ja, Karel komt te overlijden. Jacob dient zich in levende lijven weer bij haar aan. En die zou dan weer met mam getrouwd zijn? Hij is nooit van haar gescheiden. Maak dat de kat wijs. Kost me moeite genoeg om het jou in je verstand te brengen. Jezus. Laat die er nou maar buiten. Maar hoe? Je moeder had die situatie kunnen voorkomen door in der tijd... tevens een afzonderlijk verlof tot het aangaan van een nieuw huwelijk bij de rechtbank te halen. Wil je nog wat drinken? Laat ik nou Chantal even opdraven. Is ook een reuze grappig waarhoofdje. Het is toch zeker een peulenschil om weer van die Jacob te scheiden? Wat heet peulenschil? Ze waren in gemeenschap van goederen getrouwd. Dus kan hij zonder meer een deel van je moeders vermogen opeisen. Chantalleke! Staat toch wel iets in dat enigszins je goedkeuring kan wegdragen? Bladzij na bladzij na bladzij na bladzij na bladzij na bladzij. Exquise voorgerechten, kostelijke hoofdschotels, tongstrelende toetjes. Ik kan er niet genoeg van krijgen. Ik kan eenvoudig geen keus maken. Zal dat toch eens moeten gebeuren, dames? U misplaatste vast een actie, kost ons handenvol geld. Ik kan me niet herinneren dat we geld van u aangenomen hebben. U laat ons winst derven met het onconsumptief bezet houden van kostbare plaatsen. Oh, die manier. Oh, die manier, ja. Wat hier ondertussen al tientallen gulzige etens kunnen afwerken. Riet? Jij wist toch ogenblikkelijk wat je hebben wou? Ik wel, ja. Had dat dan meteen besteld? Had ik nog even ongestoord kunnen kijken? Had ik het dan koud moeten laten worden? Je had iets kouds kunnen kiezen? Of ik had het al 3 keer op. Wij zouden hier samen lunchen, Riet. En het tijdens een eenvoudig hapje over de toekomst van onze kinderen hebben. Dit is ook fantastisch. Maar wel erg bewerkelijk en duurt erg lang. Ach, dat is lang. Pardon, wat zei je? Ik wil me niet mee bemoeien. Goed zo. Want tot dusver hebt u niet de indruk gewekt dat uw culinaire verstand erg ver reikt. Geeft u mij zo lang dan maar weer een glaasje van mineraal water. Plat. Pardon? Of met bubbeltjes? Oh, eigenlijk maar gewoon leidingwater is wel zo verstandig. Tel uit je winst. Oh, maar ik kan al wel al de wijn bestellen. Hoewel, wij zouden samen uitzoeken... Heb jij verstand van wijn? Hoe het kwam dat Govert en Gloria's huwelijksboot... nog voor het uitvaren in de haven reed stranden. Govert zei nee in volle zee. Hij zei geen nee. Maar hij zei ook geen ja. En moesten we daarvoor helemaal buiten de territoriale wateren. Ja, ik heb het nu even niet over die heuse Beatrixboot. Die stoomde er lustig op los. Maar over de huwelijksboot van Govert en Gloria... die niet van stapel liep. Oh, maar dat deed jouw Govert anders wel. En Hart ook. En samen stoomden ze er ook duchtig op los, als je begrijpt wat ik bedoel. Nee? Nou, ze arriveerden niet direct uitgeslapen op de huwelijksplechtigheid, zal ik maar zeggen. Ik hoor dat er probleempjes waren met het maken van een keuze. Misschien dat ik u daarbij behulpzaam kan zijn. Hier maar jij bent die stomme kok met wie ik hierdoor ruzie had over die onbestaanbare verse sardine. Dat was nog de oude kaart, mevrouw Blankenvoort. Inmiddels zwaai ik hier de pollepel. En ik help hem daarbij. Dag, mams.
Goedemiddag, mevrouw Van der Hoed. En onze samenwerking blijkt niet alleen beperkt tot de keuken, hè, schat? Gloriaatje? Nee, mams. Daar helpt geen moedertje lief meer aan. Gloria? Het is nog wel niet hoog, maar ik ben zwanger. Maar maakt u zich nergens zorgen over? Ik heb inmiddels de zaak overgenomen van Henk Paul en we gaan... Dat staat nog te bezien. Hoe ik dat ga betalen is inderdaad nog een punt van zorg. Maar wij houden van aanpakken en we gaan er samen wat van maken. Ommer! Alsjeblieft. Champagne, Dom Pérignon. Op jullie geluk. Mama, geloof me nou. We hebben de hele kermis uitgekomen. Om Gerard heeft eigenhandig het spookhuis ontruimd. Wanda heeft de zweefmolen gesaboteerd. En ik heb in de schietendit gewonnen. We zijn naar het politiebureau geweest en hebben ze signalement opgegeven. Prehistorisch uitgestorven vogelsoortenkop met baard. Doe nou, mama. Hé. Hey. Ik ben vanmiddag op bezoek geweest bij Henk Born in zijn... patserige kantoortoren. Jacob is weg. Spoorloos verdwenen. Hij zit achter onze poen aan. Lieve Nelly. Nelly? Afscheid nemen, daar ben ik niet echt goed in. En het teken van leven van Jacob. Als er wat te halen valt, komt hij terug, bedoelt hij. Ik ben toen zomaar uit je leven verdwenen, omdat ik je geluk niet in de weg wou staan. Ja, ja. Ik ben teruggekomen, omdat ik je nog een keer wou zien. Ja, ja. Ik hoop dat je me kunt vergeven voor wat ik jou en Simon heb aangedaan. Simon was toen toch nog een baby. Wat kan hij die nou hebben aangedaan? Niet eens ooit een schone luier, vrees ik. Zonder mij had je er wellicht niet nog eens twee prachtzonen aan overgehouden. Ik bedoel, zonder mij dus juist wel. Ik begrijp dat ik het daarmee niet goed kan maken, maar ik heb voor jullie een bedragje bij notaris Born gedeponeerd, waarvan bijgaand een kwitantie... 6 ton? Mijn dagen zijn geteld en ik heb besloten om te sterven op een geheime verlaten bergtop in Zuid-Amerika. Het gaat jullie goed. Ik hou van jullie, Jacob. Dat hij Simon nou niet heeft gezien. En nooit meer. Als Simon nou ineens komt opdagen... Moeten wij hem dit dan allemaal vertellen? Ik zou het niet doen. Wie weet hoe hij zich dat allemaal aantrekt. Nee, hè? Je kunt het misschien beter maar allemaal niet weten. Simon! Hé! Hey. Wat is dat? Ja. Is dat Ik heb hem ontmoet, moeder. Hij heeft me weten op te sporen via mijn krantenartikel. Ik heb een weekje op een redactielokaaltje gebivakkeerd. Sorry, maar ik moet nu even alleen. Zich aardig geweerd heeft. Het was een leuke invaller voor een weekje. Ik moet ook zeggen dat jij het van geen vreemde hebt. Geef mij jou maar.